Nu moeten we zorgen dat we opa vinden voordat hij gaat proeven. Wilt hij die meuk gaan proeven? Wilt hij die meuk opeten? Nou, je opa is echt de weg kwijt. Ik weet niet hoor. Yo, Nintendo fans! Welkom bij deel 2 van Splatoon Kidriki. Daarachter is allemaal meuk. Allemaal rode meuk. En die moeten we even weg gaan halen. En ik ben heel benieuwd wat dit voor stad is. Iemand die schreeuwt naar ons. Iemand roept ons. Iemand zegt... Hey! Hallo? Hey, daar zijn ze! Agent 1 is hier. Poeh, ik ben zo blij dat je niks mankeert. Yo, jij bent toch agent 3. Opa heeft jou en je Salmini in dienst genomen, toch? Ja, dat dacht ik wel. Ik zie die blik in je ogen. Die blik. Daar is opa altijd nou op zoek naar die blik. Nou, aangenaam dan. Dit is een goed moment om ons voor te stellen. Ik ben agent 1 van de nieuwe kraakcommando's. En ik ben agent 2, mevrouwtje aan de rechterkant. En in het midden, die kijkt een beetje chagrijnig, die in het midden. Oh, what up? Dat is agent 2. Die moet iets enthousiaster zijn van agent 1. Oh, dat is ook de kapitein gelijk. Oké. Wij zijn de nieuwe... Kraakcommando's. Nou, hallo. Juist, hoe dan ook. Het lijkt erop dat opa en jij elkaar zijn kwijtgeraakt tijdens die val. Deze plek is gigantisch en ligt ook nog vol met die vreselijke vloeivacht. Nu moeten we zorgen dat we opa vinden voordat hij gaat proeven. Wilt hij die meuk gaan proeven? Wilt hij die meuk opeten? Nou, je opa is echt de weg kwijt. Ik weet niet hoor. Nou, is goed. Ik ga jullie helpen opaatje terug te vinden. Ik heb geen idee waar die is. Maar vind jij deze 3 Octolinks en Inklings leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer. En laat even wat weten in de reactie welke van deze jullie het tofst vinden. Ik ga zelf voor de middelste. Ook al is die zo stil. Die vind ik gewoon vet uitzien. Maar helemaal goed, joh. Ik krijg een rondleiding. Dit is Alterna. Nou, ziet er mooi uit allemaal, joh. 6 verschillende eilanden. Dat zijn de sectoren. En daar hebben we een gigantische raket. Oké, ja. Ik heb zo het gevoel dat we die raket moeten tegenhouden. Ze hebben een tracker op opa geplaatst, zodat we opa kunnen vinden. Maar het lijkt alsof hij op 3 plekken tegelijk is. Nou, is goed. Gaan we op alle 3 die plekken kijken. Ik denk dat we eerst sector 1 maar moeten opruimen. We moeten visseneieren verzamelen. Dan kunnen we ons pakkie upgraden. Ja, we zijn blijkbaar alles kwijtgeraakt. We hebben sardinium nodig om verschillende soorten upgrades te ontgrendelen. Dan kunnen we upgradepunten gebruiken om beschikbare upgrade ook daadwerkelijk aan te schaffen. Upgradepunten krijgen we door van alles en nog wat onder te klodderen. Moeten we helemaal daar naartoe, joh? Helemaal daar naar achter, oké. Piep, 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 piep. En hier naar beneden. Welkom in Alterna, het enige alternatiefie. Oké, daar gaan we, jongens, daar gaan we. Horen jullie dat ook? Geactiveerd. Systeemcontrole in orde. Verificatie, alle systemen nominaal. De biometrische scan wordt gestart. Scan is voltooid. Geen overeenkomst gevonden. Registratie wordt gestart. Bip. We worden gescand door Orca. Free Willy! We moeten onszelf identificeren. Ja, jongen. Laat me gewoon met rust. Oh, met Orca kan je meer visseneieren verdienen als je bepaalde uitdagingen haalt. Moet een wapentje kiezen voor deze missie? Ja, we kunnen er maar één kiezen, dus dat is helemaal goed. Oké, let's go dan. Let's go. Deze missie is gewoon helemaal kapot gratis. Go. Hier, deze. Ja, en dan hier naartoe. Oh, ja. En dan, ja, ballonnen schieten. Ja, nog meer ballonnen schieten. Oh, dan moet ik straks springen. Springen. Ja, oké. Ik wil je dit... Nou, ik wil dat pakken. Begint wel goed dit, hè? Jongen. Oké, hier kunnen we naar boven. Ja, zo, als we dit doen. En dan zo, en dan hier. Ja, kijk. Hier kunnen we wel weer uierringen pakken. Hotseflots. Ja, oké. Deze timing is iets beter. Dit kunnen we uitrollen zo. Mooi. Deze kunnen we naar beneden halen. Ja, en dan gaan we hier naar boven. Oh, hier ligt wat. Dit is... Wat is dit? Wat is het voor blik? Een trizuka. Druk op R om hem te maken. En druk dan op ZR voor de stevige kabeloes. Oké. Oh, heftig. Lekker. Nice. En dan nog daarop. Heerlijk. Ja, dit is top. We gaan. Go. En sleutel. Lekker. Oké, dat is de eerste sleutel. We moeten nog meer sleutels pakken. Hier erin springen. En dan... Dit, kunnen we dit kapot maken? Dit kunnen we zeker kapot maken. Oké, dit kan open. Ja, en dan kunnen we hier omhoog. Yeah, nice. Kunnen we hier omhoog? Nee, daar kunnen we niet omhoog. We kunnen wel deze ballonnetje slopen. En dan hier naar boven. Ja, cool. Hotseflots. Go. Ga nou. Verdorie. Hier hebben we nog een sleuteltje. Lekker. Moeten we nog één sleuteltje vinden nu? Die is zeker daarboven. Daar ergens. Oh, hier even naar beneden. Yes. Oké. En nu, waar is die laatste sleutel? Oh, die is hier. Die heeft hier mee te maken. Wat is dit? Oké, cool. Cool, oké, nice. Daar, oh ja, we moesten Salmini gooien, hè. Dat konden we ook doen. Zo, en dan kan die aangezet worden. Ja, cool. Lekker. En wat is dit? Dan gaan we naar de overkant.
Ja, ventilator Tori. En hier de laatste sleutel. Daarachter is trouwens ook nog een grote kist. Even kijken of ik daar nog kan komen. Eigenlijk wil ik daar wel even naartoe. Kan ik hier niet tussendoor of zo? Ah! Nou, laat maar zitten. Geen tijd voor. Oké, hier. Sleuteltje 1. Dan kunnen we hier naar boven. Sleuteltje 2. Dan kunnen we hier naar boven. En sleuteltje 3. Dan kunnen we nog verder naar boven. Daarmee kunnen we niet daar naartoe. Nou ja, het zal wel hoor. Ik weet niet. We gaan hier door de uieringen zo. Hotseflots. En dan zijn we er. Lekker dit. Oké, dan. Eerste leveltje gehaald. Oké. We hebben lekkere zampies hier zo te pakken. Hallo, mevrouw. Wat een gekke sneeuw. Ziet er normaal uit, maar is totaal niet koud. Oh, is het geen koude sneeuw? Hij heeft ook een beetje gele kleur. Je weet het, hè. Gele sneeuw moet je niet eten. Let's go. We gaan dit level doen. Octopods te over. Oké, welke gaan we kiezen? Gaan we voor de spetteling ballonbom? Dat klinkt gewoon heel leuk. Oh, deze is ook weer gratis. Lekker. Heel nice. Oh, dit is wel een leuk wapentje inderdaad. Die kan je zo opladen. En dan... Ik maak jullie allemaal kapot zo. Dit is echt een heel goed wapen voor deze missie volgens mij. Heel nice. Komt-ie. Lekker dit zeg. Heerlijk. En we hebben de eerste sleutel te pakken. Die ligt hier. Dan kunnen we nou gelijk door hier naartoe. Hé, ik heb hier een itempie. Ik weet niet wat het is. Het is kapot veel zalm. Zalm-eitjes. Oh, daar zijn kapot veel enemies. En ze gaan allemaal kapot. Oh, eentje had me te pakken volgens mij. Eentje. Eentje heeft me weten te raken, verdorie. Ah, maakt niet uit, maakt niet uit. Gaat helemaal goed komen. Wat is dit? Moet ik hierop schieten? Ik denk het wel. Ja. Hallo, meneer. Hallo, grote boom. Doei, grote boom. Mazzel. Heerlijk leveltje dit. Nee, we gingen er ook echt heel makkelijk doorheen met dit wapen. Hoppakee, jongen. Lekker al die zalm-eitjes. Gaan we eens even naar dit leveltje. Zo, hoeveel levels zijn dit, jongen? Dit zijn kapot veel. En dit is pas de eerste wereld. Oké, wat hebben we hier? De elite 4K met vizier. Ja, sowieso wil ik die met vizier. Als we dan gaan snipen, dan wil ik goed snipen ook. Deze missie kost wel even 50 muntjes. Vernietig alle doelwitten met maar één schot. Oh ja, ik moet dat middelste ding, moet ik denk ik kapot maken. Maar waar is mijn vizier? Hier is mijn vizier. Oké, let's go. Oké, moet even dit goed timen hoor. Oh, dat was mijn moment misschien wel. Nu heb ik geen moment. Ja! Ja! Lekker! Oh, nice! Hoppakee! Krijgen we gewoon 1400 van die muntjes, van die zalm-eitjes dingen voor. Voor één schot! Ja, dit is goed betalen. Dit mogen ze vaker doen. Nou gaan we toch even deze doen. Deze kost 900, maar ja, dan krijgen we weer knijteveel van die zalmdingen voor terug. Oh, één upgrade punt weer erbij. Oh, ik kan hier langs lopen. Ja, maar deze kan ook, hè? Dit kost maar 100. Ik weet niet wat ik hier voor... Ik denk dat ik een itempie krijg. Dat hier onder een itempie ligt of zo. Zou dat kunnen? Is dit een itempie? Ja, dit is een itempie. Lekker. Kijk. Oh, dan krijg ik gewoon die 100 weer terug. Oh, hier ligt ook nog wat. Hallo. Wat is dit? Ja, een versiering. We kunnen deze ophalen bij de lobby terminal. Nou, een mooie versiering, zeg. Zo'n lelijk vat. Nou ja, helemaal prima. Ik heb nog steeds niet zo'n sardine ding. Het is allemaal leuk, die upgrade punten. Oh, wacht. Oh, kunnen we deze dan wel doen? Oh, we kunnen hier wel een aantal dingen van kiezen. De meter van je speciale wapen wordt sneller gevuld. Laten we die kiezen. Hij doet het niet. Waarom kan ik dit niet doen? Laat het weten in de comments waarom ik dat niet kan doen. Zie ik hier nou een ballon vliegen? Ja, kijk. Oh, lekker bonus. Nice. Spannendst. Spanner. Dat is geen woord. Ja, echt leuk dat we dus steeds gewoon met nieuwe wapentjes spelen. Oké, let's go. Bereik het doel met behulp van de trio-spanner. Snelle uitleg. Druk op ZR om 3 schoten af te vuren. Oh, wacht. Oh, je moet dan op het midden richten. Ja, ik snap hem. Hij doet er zeg maar 2 aan de zijkant van. Dus je moet altijd op het middelste richten. Oh, ja? Oké. Oké, beam. Bom. Wat een raar wapen. Ik denk niet dat ik dit wapen heel snel zal gebruiken hoor in de game. Maar het maakt niet uit. Voor deze missie is die leuk. Hots. Bap. Ik kan ook gewoon sneller schieten. Misschien is dat dan makkelijker. Bap. Kijk. Dit gaat beter. Druk terwijl je springt op ZR. Oh, dan doen we een verticaal schot. Oh ja, dit moest ik weten. Ja. Oh, dit is wel handig trouwens. Dit is echt heel handig. Oké, deze middelste gaat er aan, jongen. Hier moet ik eigenlijk springen, denk ik. Dit is niet mijn ding, jongens. Is niet mijn ding. Oké, spring. Spring. Nee, zie je, dan mis ik. Maak hem kapot. En die ook. Pas op. Ah, ik mis alles. Lekker, die was wel raak. Zijn we er al? Nee, volgens mij nog niet. We moeten nog een heel stuk. Let's go. Oké, ik ga in de midden schieten. Oh, oké, dat was goed. Ja, dat was top. Zijn er vijanden? Ja, daar beneden zijn kapot veel vijanden. Hotseflots.
Jullie kunnen mij niet raken, hè? Jullie kunnen mij niet raken. Lekker hoor. Oké, daar zijn nog wat enemies. Ik schoot echt precies... Ja, ik schoot precies op het midden van het bord. Maar ik heb moeite om ze alle drie in één keer te slopen elke keer. Dat lukt toch niet helemaal. Ik ben geen pro met dit wapen. Ik ben pro met het vorige wapen. Maar met dit wapen ben ik geen pro. Daar hoef ik me denk ik ook helemaal niet voor te schamen. Je kan niet met elk wapen pro zijn, hè? We gaan dus even hier naartoe. Hallo, waar gaan we nou weer? Laatste checkpoint. Even alles kapot maken hier, wat hier zit. Heb ik ook een alternatief wapen? Nee, heb ik niet. Hallo. Alsjeblieft, op je bakkes. Jij ook eentje. Jij krijgt ook één. Zo. Ik denk dat hier nog enemies zijn. Oh, die hebben ook schilden. Oh, dan moet ik op dat ding schieten. Komt die? Ja, juist. Oh, hij leeft nog. Wat leef jij nog? Waarom leef jij nog, jongen? Ga weg. Nu leef jij niet meer. Wat een flatsy. Het is wel een sterk wapentje zo te zien. Missie voltooid. Zo, ook weer gehaald. Kom maar op met al de beloningkies. Maar deze kost 1000 om open te maken. Nou, kunnen we gewoon. Let's go. Oké, wat zijn deze mysterieuze ballonnen? We gaan er denk ik nu hopelijk achter komen. Ik ga hier naar boven. Dan ga ik nu wel via deze route. En zo. Zo, zo. En hier naar boven. En dan kapot maken die ballonnen. Ja, hier is er nog één. En hier is er nog één. Niet weggaan! En nu? Nu gaan we hier naartoe. Ja, helemaal prima. Dan gaan ze weer kapot. Ja, hallo joh. Nu weer één daar. Dan moet ik dit ook weer weghalen. Ja, maar dit is niet oké. Kijk hoeveel monies ik hiervoor moet betalen. Ik ben hier niet oké mee. Nou, ik ben hier wel oké mee trouwens. Met dat ik nu eindelijk zo'n Sardinie-uppie vind. Kijk, nu kunnen we wel een upgrade doen. Moet ik deze dan doen? Ja, doe maar. Hé, lekker dit. De meter van mijn speciale wapen wordt sneller gevuld. Nou, dat wou ik net eigenlijk ook al. Hier ligt nog wat. Ja, lekker. Ja, en dan gaan we nu toch wel echt dit doen hoor. Ik ben nou zat, hè. Ik ben nou zat. Helemaal hartstikke zat. We kunnen hier mooi langs nu ook. Gaan we hier twee kapot maken. Beter zit hier wat goeds in, jongen. Ik heb hier zoveel moeite voor gedaan en betaald. Informatie over Mossel Mochi. Want die wordt in de Splatlands op een heel andere manier geserveerd dan in Inkpolis. Vind je dit nou leuk? Of vind je dit een slechte beloning? Doe bij allebei je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we gewoon binnenkort verder met de volgende Splatoonkie video. Mazzel!